niet slim horen. Precies, ja, dat daar hoort het met zoiets, hè? Ja. Ja. Hey, wat is nou het plan met de gemeente, met deze meneer? Nou, dat is nog niet bekend. Bram, wat vind je van de opkomst? Ik ben zo blij. Dat zegt waarom ben je hier? Om Bram te steunen. Om het Dokrun te behouden. Mevrouw Tollenaar, staat Forum in deze verhuizing of überhaupt het opheffen van die Dokrun? Nou, wij steunen allereerst Bram van harte. Wij vinden cultuur, natuur heel belangrijk. En vooral de inwoners. En je ziet eigenlijk dat er heel veel draagvlak is om eigenlijk dit te behouden. Dus wij steunen dit eigenlijk van harte. Meneer Verkroost, bent u onder de indruk? Zeker. Ik heb nog nooit zoveel honden in het gemeentehuis gezien. Jawel. Ik denk dat er 80, 90 binnen waren. Dat durf ik echt niet te zeggen, nee. Ik ben via de zijkant binnengekomen, want ik zat al in de commissievergadering. Maar er waren er in ieder geval veel. Ja. Nou wordt het hele Dokrun wordt verplaatst in verband met de randweg, met de verkleining erin. Dat zegt iedereen steeds, hè. Daar zijn we nog niet. We zijn op dit moment bezig met de visie om 5000 woningen te realiseren in de Oostflank. Nou, een van die vragen die we daarbij hebben is hoe gaan we die wijk inzetten? Nou, een mogelijke ontsluiting is die oostelijke randweg en die zou inderdaad over het perceel maar ook een vestiging zijn. Nou, de vraag is, gaan we dat doen? Nou, dat weten we nog niet. We zijn daar druk mee bezig en de verwachting is dat we daar rond de jaarwisseling meer over weten. Op het moment dat dat het geval is, en dan gaan we kijken, en wat betekent dat dan concreet? Hè? Hebben we dit hele perceel nodig? Hebben we nog een deel van het perceel nog langs? Dat zijn allemaal vraagstukken die in de toekomst zitten. Dus de kans zit er ook nog in dat die helemaal niet weg hoeft, of dat die maar voor de helft kleiner gemaakt wordt? Ja, maar dat is echt, we staan echt nog helemaal aan het begin van het traject. We hebben als gemeente nog niet eens een visie voor de Oostflank. En die zijn we nu aan het maken. Dus ja. Maken de bewoners zich dan ten onrechte ongerust? Ik weet niet of ze zich ten onrechte ongerust maken. Ik denk dat ze ook gewoon wilden laten zien dat ze dit belangrijk vinden. Maar ik denk dat dat heel goed is. Hoe belangrijk is het voor jullie? Heel belangrijk. We weten wat wij doen. De grond gaat er 4 jaar in de wijk heen. Dus belangrijk dat die blijft. De vrouw heeft een hele mooie slogan staan. Hè? Mogen we dan bij jou in de achtertuin? En wie hebben u in gedachten? Nou, maar dat is eigenlijk alle honden die dan bij de gemeenteraadsleden in de achtertuin mogen. Met welke hond bent u hier? Ik ben met Molly. Dat meen je toch niet zo'n grote kerel met zo'n klein hondje? Maar loopt de bevolking daar niet te vroeg uit, want het zijn slechts plannen. Nee, zeker niet. Je kan er niet vroeg genoeg bij zijn. Bijsturen, dat kan altijd, maar als de beslissing al genomen is, dan valt er niks meer te sturen. Meneer Tang, hoe staat de PVV hierin? Wij zijn voor behoud van deze Dokrun, wij zijn er wezen kijken. En het is een geweldig mooi stuk grond, stuk bos, waar honden lekker kunnen rennen, de hele kunnen uitleven. Dit moet gewoon blijven.